Wil je wat mee met de gifbus? Met de gifzaal. Kom hier, schatje. Nee, de grap is nog van de die biedt er zoveel ijs, dat hij de kou van krijgt. Ja, wie denkt je, wie gaat mee langs? Ik kwam net van de parkeerplaats in Velp, dus ik moest een... Nou, ik kon geen U-turn maken, omdat ze zaten allemaal bovenop me. En de hoofdrol, die werd dan gespeeld door zo'n idioot in een EV. Een elektrische veganist in zijn electric vehicle. Die zat zo te kleven, dus op een gegeven moment dacht ik, ik ga de woonwijk in, dan ga ik daar keren. En hij was zo boos, hij reed echt met een bocht zo om me heen, heel demonstratief. Maar tegelijkertijd, stel, ik had meteen een U-turn gemaakt. Dan had ik hem niet in de weg gezeten, maar dan had hij waarschijnlijk daarover getoeterd. Dus het is van, je kan dus niet winnen met de idioot, weet je wel. Want als ik zeg maar, omdat ik dacht van ja, als ik hier een U-turn maak, dan krijg ik broeia met de hele rij achter me. Dan ga ik maar gewoon de woonwijk in en keer ik daar. Maar daardoor duurde het veel langer voordat hij mij kon passeren. Terwijl als ik meteen een U-turn had gemaakt, was ik sneller uit zijn weg geweest. Maar dan had hij waarschijnlijk getoeterd, omdat zo zijn ze toch. Ik stond bij het pinautomaat en er was zo'n verdachte kill, weet je wel. Trina, Tintje, een boy die op mij leek. Maar er zat ook iemand in de auto, een Pol of zo. En die ene kill loopt weg en hij zat een beetje te treuzelen en er gebeurde niet zoveel, weet je wel. En die loopt weg. En die andere start ineens zijn auto, maar die blijft daar wel. Dus ik dacht aan die schets waar ze het laatst over hadden, toch op de nieuws van dat... shit. Is gezellig. En ik dacht aan die schets die laatst gaande was, dat ze zeg maar een machine over dat vakje plaatsen waar je geld uitkomt. Dus jouw geld gaat dan in die machine, die machine gaat dan in storing, jij loopt boos weg en hun komen later hun machientje ophalen waar jouw geld in is gestort, weet je wel. Dus ik dacht van ja, dit ziet er wel dodgy uit, weet je wel. Maar goed, ik heb toch gepind, want snap je, en maar 2 tientjes gewoon, snap je. En maar wat grappig is, we doen het allemaal. Weet je wel, als ik wat tata's zie in de supermarkt met capuchon op, denk ik, oh, schattige nerds. En als ik een jongen als mij zie, denk ik, oh, dat is ook een, weet je wel, dat is ook een lion, net als mij. Weet je wel, wees op je hoede, begrijp je? Dus we zijn allemaal, we discrimineren allemaal. Is niet erg, maar op het moment, sterker nog, misschien is het juist beter om het bespreekbaar te maken. Want, kijk, we zitten hier met z'n allen, dat hebben we aan de politiek te danken, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar stel, en we weten, soort zoekt soort, weet je, en dat doen we allemaal. Dus het is niet dat Nederlanders nou zo racistisch zijn, want iedereen gaat met zijn eigen volk om, snap je? Ik had een Antilliaanse buurman, die ook gewoon, die woonde hier langer dan dat ik geboren ben. Maar die kerel, je weet toch, die sprak gewoon anti, omdat, ja, die man hangt met, snap je? Nou ja, goed, in ieder geval, het is beter om het bespreekbaar te maken, want dan kunnen we gewoon eerlijk zijn en ook kijken van, nou, wat hebben we wel in gemeen? Op welke vlaktes kunnen we elkaar wel in vinden, weet je wel? Ik kan beter gewoon zeggen, nou, ik ben een racist, want dat zijn we toch allemaal. Laat het gewoon eerlijk zijn. Of tenminste, we hebben allemaal wel vooroordelen enzovoort. Dus ik vertrouwde die Tory ook niet. Maar op het moment dat ik als burger zo'n man op zijn bek hoek en ik plaats hem onder burgerrest, kijk, nu ben ik strafbaar bezig. Of op het moment... Kijk, ik vind het prima, je bent een politieagent en je ziet een blakke of een Marokkaan en je denkt, dat is zeker zo'n kutdealer. Mag je vinden, maar op het moment dat jij hem staande gaat houden, nu treed je buiten de wet. Nu ben je, dat is strafbaar, nu ben je de wet aan het overtreden. Dus dat geldt voor burgers en politie. Prima dat jij als politieagent al die buitenlanders haat en het allemaal maar Noord-Afrikaanse teringluis op sportschoenen vinden, zoals ze vaak worden genoemd binnen de politie. Helemaal prima. Dat mag je vinden, maar je mag daar niet op acteren. Had ik het over de industrie in deze regio. Maar je ziet nu ook de bouw. Er komen gewoon uit het niets gewoon mega arme zeens gewoon uit het niets. Nou, wat ik ook wou zeggen, dus ik had net ook weer zo'n bumperklever achter me, weet je wel. Maar ik zie al die stoplicht door. Kijk, ik ben niet zo'n remmer, weet je wel. Ik rij gewoon en ik schat dingen in. En weet je wel, als ik zie van er komen stoplichten, hij is oranje, hij wordt zo meteen rood. Ik ga niet dan kaartje hard rijden, remmen, I roll out, snap je? Zo ben ik. En ik hoef amper te remmen, weet je wel. Maar dan komen er allemaal van die klevers op je af. En die rijden om je heen, ze zijn boos. En voor wat?
weet je wel, je rijdt dus af keihard op een rood stoplicht. Ja, dan ben je echt een domme nicht. Wat ga je doen als ze die gasblokjes en loebes niet meer willen? Jordan's true religion, real rap, bekissen naar het lionisme. Niks van wat geloof zegt ben je aan het praktiseren. Ik kan toch ook niet zeggen, ik ben chirurg als ik niet loop te opereren. Ik ben zo stuk op principes, al ben ik loyaal, jij me blazert. Mensen zeggen, wees trouw, je moeder heeft je 9 maanden gedragen. Alsof ze een keuze had, wat moest ze me neerzetten? Geen internet, vang chicks in de triple X. Schrijf een kus met een ex als ik een checkbericht. Old school like that, het enige wat G aan jou is je e-mailadres. Je weet toch, King Lion. Als ik zeg Lion King, dan denk je gelijk Simba of zo. Dus King Lion. Fuck al die lean shit. Luister wat gangster rap zo. Mensen gaan nu zeggen, ik oordeel, maar... Voort en het grappige hieraan is, een keer gingen we daar parkeren. En mensen hebben daar schijnbaar parkeeroverlast of zo. Maar weet je, weet ik veel, snap je? Ik denk gewoon parkeren, begrijp je? En eventjes later, we waren niet eens 5 minuten weg. Even de supermarkt in en uit. Hij heeft iemand gewoon een briefje op de auto geplakt van hier niet parkeren. En heb je het bord niet gezien of van die bewoners hadden zelf, die hebben dan zelf bepaald dat jij daar niet mag parkeren. Maar dan denk ik van ja, weet je, je kan ook gewoon iemand aanspreken. Je hebt misschien aankomen, je had ook kunnen zeggen, oh by the way of zo, begrijp je? Wat een losers. De vernietiging van mensen en natuur. Arme dieren, wat hebben ze gedaan? Bloedlinks, D666. En GroenLinks, wat hebben deze beestjes ooit verkeerd gedaan? De slachtpartij van de dieren, wat hebben deze beesten verkeerd gedaan?